bezig met spantjes voor achterin te maken. Die heb ik op maat. Dan kom je helemaal achterin in de boot en daar is het niet erg hoog. Zoals je ziet is de spiegel maar zo'n stukje. En ja, als je achterin wil komen is het dus nog krapper dan dit. Ik heb de ene afgetekend op de ander, want die zijn nagenoeg hetzelfde. Gisteren heeft Thijs heel het pad naar achteren, vanaf de kielbox naar achter, helemaal geschuurd. En Tim heeft daar nog matten in geplakt. En voorin hebben we spantjes toegevoegd. Die ga ik even laten zien. Dus ik ga nu de trap omhoog. Ik ga aan boord. Kijk, de kielbox, alle randjes zijn netjes geschuurd. En van voren zijn er nog lengtespanten in aan toegevoegd. Om de lengte eigenlijk de kracht op te vangen. Zodat we hem niet krom trekken, de boot, dus de achterstag aantrekken. En van achter hebben we ook al spanten geplaatst. Ze zijn nog niet helemaal de juiste lengte, want die ik nu dus achter heb liggen, die moeten hier nog in verlengen van. En hier aan de bovenkant moet het ook nog opgevuld worden tot aan, aan de kuipvloer. Dus daar ben ik nu vandaag mee bezig, dus ik ga snel verder. Nou, het is eindelijk zover. Alle spanten zitten erin. En Ben die is nu bezig om de spanten vast te zetten. Ik zal eventjes Ben filmen, momentje. Nou, Ben die is hier dus de matten die ik al voor heb bereid voor hem. In de hoeken aan het plakken. Waar voorheen fillers overheen zijn gezet. Zodat het niet te scherp wordt. Waar die matjes overheen komen. Want anders zouden ze te makkelijk losbreken en zou er lucht onder komen. Het is lastig om alle spanten te laten zien, maar hier aan de voorkant hebben we twee lange spanten gemaakt zodat we meer spanning op de voorstag kunnen zetten zonder dat we de boot als een banaan krom trekken. Hier in het midden staat een post en die zorgt ervoor dat we nog meer spanning op het wand kunnen zetten zonder dat we de boot dubbel trekken. En tevens ondersteunt ook het dek. Nou, verder hebben we de afgelopen dagen hier over de vloer van de boot, over de bodem van de boot, unidirectionele matten gelegd. En die zijn daarvoor om wederom die langsgeefse sterkte te waarborgen. Hier is alles al gefixeerd. Het enige wat hier nog moet gebeuren voordat we hier helemaal klaar zijn, is deze ruwe randjes afschuren en dan kan er een beschermende coating over om alles te beschermen tegen osmose. En dan is de job done. Voordat Ben de matten kan plakken, moet ik zoveel mogelijk de rafels eraf knippen. Anders zou het één grote bende worden. Dus we werken als volgt. Ik knip alle matjes op maat. Ik maak de hars aan hier en ik bereid alles voor, zodat we zoveel mogelijk matten kunnen plakken. En nadat ik de matjes heb geknipt en de rafels eraf heb gehaald, rol ik ze op, zodat Ben ze makkelijk binnen kan pakken en ermee kan werken. Nou vriend, koffiebreak. Proost hè. Proost hè. Oeh, niet vies. Zeg Ben, wat zijn jouw gedachten bij deze werkzaamheden? Nou, ik ben op dit moment intens aan het genieten. En ik blijf, wat denk ik, nog wel even plakken. Normaal blijf ik nooit zo. Je ziet ons natuurlijk altijd in de weer met hars. Maar wat nou het leuke is aan polyester. Polyester, daarbij is de harsverhouding met de verharder is niet zo heel erg belangrijk. Het verhaal bij polyester is dat polyester altijd helemaal volledig uithardt. Maar als je er meer hars bij gooit, of meer verharder bij de hars gooit, dat dan het verhardingsproces sneller gaat. Dus wat we nu doen, omdat we grotere oppervlakte aan het plakken zijn, gooien we er minder verharder bij, zodat we meer tijd hebben om de randen vast te plakken. Het schiet vandaag lekker op. We zijn inmiddels toegekomen aan het plakken van de kielbox.
Ben is nu bezig om de hoekjes vast te zetten. En als dat gebeurd is, dan zijn we klaar met de spanten rondom de kiel. Dus het enige wat we dan nog hoeven te doen, is eventjes schuren, verfje eroverheen en klaar! Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.